Hey iedereen en welkom in deze nieuwe video waarin dat ik eigenlijk met jou wil hebben over channelen. De afgelopen week kreeg ik de boodschap van mijn gidsen dat het eigenlijk geen slecht idee was of eigenlijk een goed idee zou zijn om daar eens bij stil te staan. Waarom? Omdat ik eigenlijk op regelmatige basis via blogjes, via video's of via posts gechannelde boodschappen deel. En voor sommigen van jullie zal channelen geen onbekend begrip zijn, terwijl dat voor anderen het wel echt iets totaal nieuws is. Nu, wanneer je channel opzoekt of googelt, dan ga je daar ook verschillende informatie kunnen terugvinden. Want uiteindelijk verloopt channeling voor iedereen ook anders en is vooral de ervaring ervan anders. Maar je zou kunnen zeggen wanneer je channelt dat je zelf eigenlijk openstaat voor boodschappen en informaties vanuit andere dimensies en andere realiteiten. En via je energiesysteem ontvang je eigenlijk de energieën vanuit hogere frequenties, zoals de 5D en hoger. Je zou kunnen zeggen dat channelers eigenlijk die energieën vertalen in begrijpbare taal. Daarom is het net ook belangrijk om je eigen onderscheidingsniveau te gebruiken wanneer je gechannelde berichten gaat gaan lezen of gaat gaan beluisteren. Want afhankelijk van de zuiverheid van het kanaal, is er soms een contaminatie, besmetting, een beïnvloeding van de informatie door het referentiekader van de channeler, dus van de persoon die de informatie channelt. Bovendien is het zo dat je eigenlijk enkel maar informatie kan channelen die aansluit bij je referentiekader. En dus bij de ervaringen en de wijsheid en de kennis die je hebt, opgedaan in dit leven, maar ook opgedaan in de vorige levens, of als die informatie in jouw systeem verborgen ligt in de zin van lichtcodes. En dat heb ik verschillende keren zelf ervaren met andere mensen waarbij dat ik in counseling of in coaching ging. Dat ze een aantal zaken niet begrepen, hoe dat ik intuïtief wel aanvoelde of binnenkreeg. En dat dan na verloop van tijd of duidelijk werd dat eigenlijk de informatie die ik gekregen had correct was. Nu, dat gezegd zijnde, kun je eigenlijk, is het toch eigenlijk belangrijk om in deze video ook stil te staan bij ze zeggen van, je volg je intuïtie. En eigenlijk, je intuïtie volgen is ook een soort vorm van channelen. Alleen, channel je dan eigenlijk informatie die tot je eigen systeem behoort. Namelijk, die van je hogere zelf is of van je ziel. En ook jouw gidsen kunnen eigenlijk via je intuïtie boodschappen en signalen doorgeven, doordat ze net contact maken met je lichtlichamen. Dus je zou kunnen zeggen dat ze eigenlijk jouw energie aanraken en daardoor ontvang je die informatie. Ook telepathisch communiceren zou je kunnen plaatsen onder de term channelen. Want op dat ogenblik communiceer je eigenlijk met andere zielen of lichtwezens op energetisch niveau. Je gebruikt geen woorden of non-verbale communicatie via jouw gezicht, want ja, de andere persoon is er wellicht op dat moment niet. Dus je gebruikt energie om duidelijk te maken wat hij wil zeggen. En telepathische communicatie kan je dus horen, voelen of je weet het gewoon. Het is een vorm van energieoverdracht via de energetische koren die tussen jou en tussen andere zielen, andere mensen aanwezig is. Waarbij dat je eigenlijk de ontvanger energie automatisch gaat gaan vertalen op zo'n manier dat ze voor jou te begrijpen is. Dat is ook een van de redenen waarom je bijvoorbeeld informatie kan channelen afkomstig van overleden zielen. Zoals, laten we zeggen, Michael Jackson, of Lady Diana, of Rudolf Steiner, of Einstein, maakt niet uit. Ongeacht welke taal dat ze spraken toen dat ze nog leefden. Want de taal is eigenlijk een 3D manier van communiceren. En wanneer je gaat gaan channelen en je denkt dat je eigenlijk maar pas correcte informatie ontvangt van bijvoorbeeld Michael Jackson omdat het in het Engels is, dan is dat eigenlijk jouw ego en dus eigenlijk jouw logische denken die dit verwacht. Dus die verwachtingen zorgen ervoor dat dat eigenlijk jouw zuivere manier van channelen, van ontvangen, wat vertroebelt. En net die verwachtingen vertroebelen jouw kanaal. Want je zou het kunnen vergelijken met wanneer dat mensen verwachtingen hebben over hoe de engelen eruit zien. Dat zorgt er dan ook voor dat de energieën, de engelenenergieën, ervoor kiezen om volgens het gekende beeld te verschijnen. Dus als jij
engelen ziet of de verwachting hebt dat engelen inderdaad die grote wezens zijn met vleugels en zo, dan gaan engelen, als ze zich aan jou laten tonen, laten verschijnen aan jou, gaan ze ook op die manier verschijnen. Zelf heb ik enkel nog maar energie als bollen gezien. Ook al ging het om engelen of opgeschreven meesters of gidsen van mij. En dat komt omdat ik niet de overtuiging heb dat er aan een bepaalde vorm moet voldaan worden. Dus ik zie enkel energie, wat de wezen, engelen en opgestegen meesters en gidsen en wij zelf ook allemaal gewoon zijn. We zijn allemaal gewoon energie. Nu, op het ogenblik dat ik channel, dan hoor ik woorden in mijn hoofd. En je zou het kunnen vergelijken met alsof er iemand tegen mij aan het spreken is. Alleen, als er iemand met tegen jou spreekt, dan hoor je het ook luid op. En dat kan ook zijn dat je op die manier ook informatie ontvangt, maar dat hoeft daarom niet altijd zo te zijn. Ook dat is weer een verwachting, een bepaalde overtuiging die je hebt. En wanneer ik boodschappen ontvang, dan ga ik die neerschrijven op pen en papier of in een Word document op mijn computer. Dat is afhankelijk van waar ik eigenlijk op dat moment mee bezig ben. Want soms komen boodschappen op momenten dat ik eigenlijk aan het koken ben. In mijn bad lig, op het toilet zit, onder de douche sta, of zelfs als ik in slaap aan het vallen ben, of zelfs in mijn slaap. En dat komt omdat op dat moment mijn logische verstand eigenlijk niet in de weg zit om een zuiver kanaal te zijn voor de informatie afkomstig van hogere energieën. Andere momenten neem ik echt bewust de tijd om af te stemmen, mijn gedachten te verstellen en me echt open te stellen voor de boodschappen die ik op dat moment mag ontvangen of voor de boodschappen die ik op dat moment mag meegeven aan het collectief. En dat is bijvoorbeeld wanneer ik een post maak voor Instagram en Facebook, dan vraag ik ook van welke boodschap mag er vandaag verschijnen, wat is er vandaag nodig, wat mag er vandaag gezegd worden. Nu, in het begin van mijn ontwikkeling, heb ik hier ook eigenlijk wel een stuk wat op geoefend. Om op een zuivere manier te kunnen channelen. En dat is niet omdat ik het eigenlijk op dat moment nog niet kon. Alhoewel op dat moment wist ik het niet dat ik het kon. Want uiteindelijk is channelen een natuurlijke staat van zijn. Maar ik oefende wel omdat mijn ego me eigenlijk saboteerde. Waardoor dat ik constant twijfelde aan de boodschappen die ik doorkreeg. Ik was constant aan mezelf aan het afvragen van ja, is dat nu echt een boodschap dat ik gekregen heb? Of is het iets dat ik mezelf gewoon aan het vertellen ben? Nu, na verschillende keren de bevestiging te krijgen van andere channelers dat mijn kanaal zuiver is, kreeg ik eigenlijk meer zelfvertrouwen, waardoor dat nu automatisch gaat. Nu, uiteindelijk kan iedereen channelen of informatie ontvangen van de hogere realms. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van te ontdekken op welke manier je informatie ontvangt. En dan zou je kunnen spreken over jouw helderheid. Wat bedoel ik daarmee? Je voorkeurskanaal. En bij mij, voorkeur is horen, waardoor dat ik eigenlijk in eerste instantie helderhorend ben, dus mijn helderhorendheid. Waardoor dat gidsen, lichtwezens van eenheid en zo verder, met mij communiceren via mijn gehoor. Maar verder ontvang ik ook boodschappen en informatie via mijn helderziendheid, mijn helderwetendheid en mijn heldervoelendheid. Dus net zoals jij en elke andere mensen hebben wij de vier manieren om informatie te ontvangen van de hogere realms. En het is dus eigenlijk net een kwestie van te ontdekken welke van die vier kanalen die sowieso in jou actief zijn, maar welke dat er jouw voorkeur dragen. En tijdens verschillende coaching sessies heb ik ook gemerkt dat er in het normale communiceren eigenlijk gelijkaardige voorkeuren zijn. Wanneer dat je in communicatie gaat met anderen, wanneer dat je praat met anderen, en zeker als het gaat over zaken die je meegemaakt hebt en over gevoelens. En zo zou jij bijvoorbeeld je eerder aangetrokken voelen tot de zin van ik zie dat het goed gaat. Terwijl anderen het natuurlijker vinden om te zeggen van ik hoor dat het goed gaat. Nog anderen gaan de voorkeur hebben voor ik voel dat het goed gaat. En nog anderen zullen zeggen van ik weet dat het goed gaat. Dus u hoort het verschil. Iemand gebruikt zie, anderen gebruiken horen, weten of voelen. En u zou kunnen de komende dagen jouw eigen woordkeuze gaan observeren.
om te ontdekken op welke manier dat jij meestal vertelt over je ervaringen en je gevoelens. En je kan kijken door eigenlijk te gaan luisteren of te gaan zien wat dat jij, of op welke manier dat jij dingen gaat gaan beschrijven. Ga jij de dingen beschrijven die je gezien hebt in de situatie, of de dingen die je gehoord hebt, of de dingen die je gevoeld hebt. En dat zijn eigenlijk allemaal indicaties voor jouw voorkeurskanaal. Nu, wil je daar meer over weten, dan kan je natuurlijk ook een channeling, een reading of een transformatiesessie reserveren. En dan kijken we samen op welke manier dat jij natuurlijk communiceert. Nu, in deze video wil ik ook nog iets meegeven rond telepathische communicatie bij tweelingvlammen. Want telepathische communicatie verloopt via 5D-energie, dus via de 5D-frequentie en hoger. En dat maakt dat het een zuivere vorm van communicatie is. Want het is niet beperkt door conditioneringen. En deze vorm van communicatie wordt ook niet beïnvloed door de matrix met allerlei verwachtingen, negativiteit, trauma en zo meer. Dus daarom is het belangrijk dat wanneer jij op het pad van een tweelingvlam of tweelingziel loopt, en zelfs wanneer je een zielsconnectie aangaat met iemand anders, dus een soulmate relatie bedoel ik dan, dan is het belangrijk dat je ook gaat gaan oefenen op die telepathische communicatie. En dat je ook aandacht gaat gaan besteden op de informatie die je op die manier, via deze weg binnenkrijgt. Waarom? Dat helpt jou in tijden wanneer dat er in de 3D-wereld, dus in je realiteit, obstakels en problemen zijn ontstaan door alle ballast die tussen jullie beiden is komen in te staan. En dan is het belangrijk om in die 5D-energie via die telepathische communicatie te focussen op de liefdesconnectie en op de onvoorwaardelijke liefde die er is op zielsniveau. Want die ga je altijd blijven voelen als je je daarop richt. Nu, uit één ervaring heb ik geleerd dat wanneer dat er een moment komt dat je de energie van jouw tweelingvlam of je tweelingziel niet meer voelt in de 5D, en waardoor dat dus telepathische communicatie ook moeilijker is, dan weet dat dat is ter de bescherming van jou en ter bescherming van de connectie. Want op dat ogenblik ben jij of is jouw partner eigenlijk bezig met het transmuteren van negatieve energieën in de eigen ontwikkeling. Het kan ook zijn dat er op dat moment karmische lessen te leren zijn, dat er karmische lessen afgerond zijn of aan het afronden zijn, waardoor dat het belangrijk is dat jullie elk jullie eigen ruimte hebben. En zelfs nog een andere reden kan zijn dat dat is, dus dat die connectie op 5D eventjes afgesloten wordt, niet dat ze verbroken wordt, maar je gaat veel minder gaan voelen, dan is dat omdat er invloeding is van buitenaf, en dat is dat om jouw energie te gaan beschermen. Dus eigenlijk om jouw proces, jouw zielsontwikkeling te gaan beschermen. Want als tweelingvlam, tweelingzielen en eigenlijk elke ziel op aarde, moeten we zoveel mogelijk de verkeerde programmeringen en de aangeleerde gedragspatronen gaan transformeren, om ervoor te zorgen dat we eenheid in onszelf gaan creëren. Om later, in een later stadium, van daaruit ook die eenheid en de connectie te gaan creëren. En dan ga je ook meer en meer ook nog die onvoorwaardelijke liefde en liefdesconnectie kunnen gaan ervaren in de realiteit. Dus zolang dat er veel ballast tussen jullie zit en in je eigen ontwikkeling, ontwikkeling van je wederhelft, dan gaat dat eigenlijk voor storing zorgen in jullie connectie. Nu, nog een belangrijk iets om nog te vermelden, is eigenlijk dat tweelingvlammen, een tweelingvlamconnectie, altijd ontstaat eerst in de 5D. Om van daaruit geankerd te worden in de fysieke wereld. Doordat eigenlijk dergelijke connecties anders ontstaan dan de relaties die we nu kennen op aarde, gaan die connecties van tweelingvlam en tweelingzielen, eenmaal dat ze fysiek gevormd worden, ook veel sterker zijn en is de kans op slagen veel groter. En dat is een van de redenen waarom dat belangrijk is om aan je eigen ballast, aan je eigen issues te werken, vooraleer dat je echt die stappen verder zet in je connectie. Want het al dan niet slagen van een tweelingvlam connectie is belangrijk, of van groot belang voor de bewustwording van de mensheid en de evolutie van de aarde. Want een van de redenen daarvan is dat tweelingvlammen eigenlijk komen tonen aan de mensheid, aan de andere mensen,
dat, één, wat de onvoorwaardelijke liefde is, hoe zeg je dat uit en de liefdesconnectie tussen twee zielen, maar ook waar dat we nog zoveel verwachtingen en zoveel voorwaarden hebben in relaties. Maar dat is, gaat niet meer over channelen en dat is voor een andere video. Dus ik hoop dat je wat meer zicht gekregen hebt over wat channelen eigenlijk is en dat jij dat ook eigenlijk elke dag doet. En dat het wat duidelijker wordt op welke manier dat ik informatie ontvang en met welk doel. Nu, moest je zelf ballast ervaren in je tweelingvlamconnectie, tweelingzielrelatie of gewoon in je eigen spirituele ontwikkeling, weten dat je een reading, healing, channeling of transformatiesessie kan boeken via de uitleg in de box hieronder de video. Zo, dat was het voor deze video en ik hoop je weer te zien in een volgende. Dag!